Als nieuwe startende ondernemer vind ik het belangrijk om een goede balans te houden tussen persoonlijk, financieel en sociaal vlak. Ik voel me vaak heel onzeker door te denken wat andere mensen over mij denken, eerder dan wat ik zelf belangrijk vind. Daarom ging ik naar het kapsalon Wacko in Gent, dat geleid wordt door Jitske van de Veire. Zij is niet alleen topkapster, maar ze zorgt ook voor enige commotie op sociale netwerken zoals Instagram. Ze is niet bang om haar echte zelf te tonen en dat vind ik heel inspirerend. Ik vond het een goed idee om ons gesprek te delen voor jullie, want wie weet zijn er bepaalde mensen die hier inspiratie uit kunnen halen. Mijn strijd is als 25-jarige jonge vrouw een eigen zaak hebben en personeel en zorgen dat het wereld je serieus neemt. Het is niet zo'n typisch verhaal. Ik ben hier eigenlijk ooit begonnen 5 jaar geleden als stagiair. Wacko zelf, uiteindelijk, dat is een naam die niet door mij uitgevonden is. Dus ik vind dat dat een goede naam is en dat past vrij goed bij heel mijn ideeën en zo, maar dat is niet van mij. Als ik hier begon als stagiair was dat je bijna failliet, hè. We hadden soms dagen dat wij geen klanten hadden. Maar dan zijn wij hier gekomen en denk ik vrij veel inzet op die Instagram. En zeker nu met Wacko Gent, ja, dat is op een jaar op een half jaar is dat van 500 naar 2500 volgers gegaan, wat dat op zich wel goed is. Je komt binnen en je mag je gewoon op je gemak voelen en je mag doen wat je wilt hier. Dat maakt het niet uit. Dat wil ik wel behouden, dat het zo no-nonsense is, maar dat op het einde wel naar buiten gaat en denkt, fuck, mega wijs. Ja, zeker in het begin als je zo beginnende kapper bent of zo, mensen, man, die testen nu echt, hè. En toen kon ik daar totaal niet omgaan. Ik was veel te lief en heel meegaand. Zo, mensen verwachten dan, ja, maar ik wil dat toch dat en toch dat en dan toch dat. En je gaat daar zo in mee dat het om duur je eigen gewoon vastzet. En nu zeg ik van ja, oké, ik wil dat of dat, maar je moet de titel kiezen. Ik ga niet 15 kapsels op een half uur kunnen aanmeten, dat gaat niet. Echt tranen heb ik gelaten als stagiair ook. Ik vond dat totaal niet wijs om hier stage te doen, hè. Van een drama. Je mag niks doen, hè. Je mag haar wassen en kijken en je bent een kuisvrouwke. Ik denk dat Peter in het begin zoiets had van die gaat dat niet halen. Ik voelde er al zo, die had zoiets van, die heeft geen ervaring, die gaat dat niet kunnen, dat gaat niet goed komen. Ik zal ze maar zo 3 maanden even laten doen. Dus ik weet dat ik dat echt met kloten ben beginnen afwerken en ervoor heb gezorgd dat hij door op Instagram veel dingen te posten en zo mijn undercuts. Zo, toen was ik veel in undercut scheren met zo'n tekeningsgezin en zo. En heel dat YouTube kijken naar kleurtechniek, naar wat is het allemaal. Ik ben sowieso heel bang om fouten te maken. Ik heb een beetje last van falangst, dus ja, voor mij helpt dat wel om dat als drijfveer te zien. Ik ben ook vaak echt gewoon moe. Ik zou s'avonds laat thuis komen en denk, oh man, ik heb geen kloten, ik heb er geen zin in. Of ja, overdag, ik ben heel erg aan het werken. Ja, ook ik zit in het bureau, dus ik kan mijn gsm niet in de hand nemen. Dus ik heb dan 35 gemiste WhatsApp-gesprek, groeie dingen van mijn vriendinnen. Die dan mega veel dingen afspreken met elkaar. En ik antwoord daar niet op, want ik zie dat dan allemaal niet. En ik merk dat wel, ja, ik ga veel minder uit. Vroeger was ik echt een zwijn. Nu ben ik veel braver geworden. En mijn lief bijvoorbeeld, ja, soms leven wij gewoon naast elkaar. Ik ben pakweg de voorbije 3 weken ben ik gisteravond een keer thuis geweest, maar dat was tijd ook niet thuis. Dus ja, op dat vlak is dat vrij confronterend dat je gewoon, ik moet echt zo uw agenda pakken en zo, oké, volgende week dan spreek ik af en dan gaan we maar 2 uurtjes zijn en dan heb ik weer dingen aan doen. Ja. Ik was vroeger degene die altijd tevreden klaar stond en heel veel tijd had en nu heb ik dat niet meer en je voelt dat, mensen snappen dat niet altijd. Je lacht gelijk ooit als een vriend tegen mij zegt van ja, Jitske, ga maar die muil houden met je appelsienbeelden. En dan denkt je, oké. En op dat moment staat daar gewoon zo, ik kan daar niks op zeggen omdat hij daar gewoon weer aan aanpast. Maar nu zeg je gewoon los, allee, gewoon onder tafel geklapt hebben. En dus dat de grootste tip is van, past u niet aan en wat dat mensen denken.